Hola alumnos, welkom bij les 3 van voorbereiding op het eindexamen voor het vak Spaans. Yo soy profesor Benny, zoals je al weet, en we gaan verder. Ik presenteer voor jou nu je derde tekst. We lezen eventjes. Ik lees hem voor en jij leest mee. Julio regaba las flores y las plantas cada día. Pero tenía un vecino muy travieso. Era un niño que odiaba la naturaleza. Pensaba que iba a molestar a Julio por destruir su jardín hermoso. Una noche saltó por encima de una valla. Tenía unas tijeras en la mano para cortar las flores y las plantas. No solo cortaba las plantas y flores, pero arrancaba las ramas del árbol. Estaba orgulloso del daño que había causado. Wat een erge tekst. Oké, dus een hele korte tekst. We gaan natuurlijk kijken naar de inhoud. Je weet al hoe we te werk gaan. Het is de derde les, dus dan ga ik niet alles herhalen. We kijken naar de sustantivos, die zijn in het blauw. We kijken naar de verbos, die zijn in het rood. Adjetivos in het groen. Adverbios bruin. En de andere zaken, onderstreept, die zijn dus zwart. En ik heb al, wat ik al had aangehaald, is dit. Als ik iets niet heb onderstreept of heb aangehaald, dat wil zeggen, ik heb hem of al behandeld, of hij is niet belangrijk om uiteindelijk jouw context te snappen. Dus hou dat in mind. We lezen weer en we gaan dus stap voor stap alles, stap voor stap dus eigenlijk uitzetten. Julio regaba. Regaba, water geven. Je weet, met een gieter, water geven. Regaba las flores y las plantas cada día. Dus elke dag gaf hij de bloemen en de planten water, toch? Hij gaf ze water. Pero tenía un vecino, een buurman, of een buurjongen gaan we dit zeggen, een buurjongen. Want we praten over, je gaat zelf zien waarom ik zeg buurjongen, maar we zeggen vecino is dan buurman. Un vecino muy, muy, dus heel travieso. Travieso, ondeugend. Hij was super ondeugend. Era un niño que odiaba a la naturaleza. Que odiaba la naturaleza. Zullen we zeggen. Odiaba la naturaleza. Pensaba, hij dacht, denken, pensaba, conferenciera con pensar, hij dacht, que iba a molestar a Julio, dat hij hem zou hinderen, dat hij hem pijn zou hinderen, molestar a Julio, por destruir, door eigenlijk su jardín, jardín hebben we gedaan in de vorige les, su jardín hermoso, dus door zijn mooie tuin, hermoso, mooi, synoniem van bonito, mooi, hermoso, door zijn mooie tuin eigenlijk te vernietigen. Hij zou hem eigenlijk op die manier hinderen en triggeren. Met een ondeugende jongen. Una noche, een avond, een nacht, een avond kan je zeggen, saltó por encima de una valla. Sprong hij over de schutting. Dus hij sprong over de schutting van zijn buurman. Tenía unas tijeras en la mano. Unas tijeras. Tenía unas tijeras, een schaar, hij had een schaar, en la mano, en zijn hand, la mano is een heel oud woordje, para cortar. Cortar, je ziet, dus men zegt cortar is knippen en snijden. Dus wat denk je dat het hier betekent? Het betekent knippen, want met een schaar kunnen we niet snijden, met een schaar gaan we knippen. Cortar las flores y las plantas. No solo cortaba las plantas y las flores, pero arrancaba
losrukken. Arrancar betekent in dit context losrukken. Arrancaba las ramas del árbol. Dus hij rukte de takken van de boom zelf ook los. Wat een ondeugende jongen. Estaba orgulloso. Hij was trots. Estaba orgulloso del daño. Daño is de schade que había causado. Die hij had veroorzaakt. Dus je ziet daar, we hebben het context nu eigenlijk uitgezet, een hele korte tekst, maar je snapt hoe we dus stap voor stap gaan en komen waar we eigenlijk moeten komen. Oké, dus we hebben de tekst al doorgenomen. Nou weet je wat ons werksysteem is? We hebben dus de elementen verzameld en we gaan nu dus gaan relateren met elkaar, zodat je meer vocabulaire hebt, dat je eventjes weer refresht en dat je meer bestudeert. Daarvoor zijn deze video's, daarvoor is deze serie. Oké, we gaan kijken naar sustantivos. Laten we dit eventjes blauw maken, zodat je zeker weet, oké, we zijn bij sustantivos. Goed, sustantivos. Un vecino, hadden we al gezegd, is een buurman. Hier is een zinnetje. Tu vecino es el hombre que vive en una casa al lado, dus naast, o cerca de ti, of dichtbij jou. Ja? Dus, tu vecino es el hombre, is een man, que vive, die woont, vive, zie je, vivir komt weer voor, en una casa al lado, o cerca de ti. Goed. Dan gaan we naar nummer 2, la naturaleza. Naturaleza, nog gezegd, is de natuur. En wat kunnen we natuurlijk relateren met de natuur? Er zijn zoveel dingen in de natuur. Ik heb een paar uitgekozen. Eigenlijk de elementen die deel uitmaken van het heelal, van de natuur. Dingen met mensen die heeft God gemaakt. El bosque, de bos, het bos, hadden we al gezegd, toch? El bosque, het bos. Dan zie je el sol, de zon. La luna, de maan. Las nubes, de wolken. El río, de rivier. El mar, de zee. El cielo, hemel, de lucht. La lluvia, de regen. El fuego, het vuur. Ik zal nog eentje erbij, ik zal nog een paar erbij zetten. El planeta, los planetas. Dus de planeten, wat ik ook erbij kan zetten is de aarde, waar wij wonen, is la tierra. Tierra kan ook andere betekenis hebben hoor, kan ook gewoon dus aarde betekenen, dus de grond, aarde. Ja, dus heb je daar dus extra erbij geleerd. Oké, dan gaan we verder. Una noche, de nacht, de avond. Oké, wat kunnen we gaan relateren met de avond, met la noche? We kunnen relateren. Oscuro, hoe is het wanneer het 's avonds is? No hay luz, no hay luz. Er is geen licht, no hay luz. Está oscuro. No? Donker, het is donker. En meestal 's avonds, vooral in Suriname, is het wat frisjes. Ja, 's avonds. Está fresco, frisjes. Ja? En natuurlijk, als we hebben donker, dan gaan we relateren. Dus als we hebben de nacht, toch? La noche, dan kunnen we ook hebben la tarde, toch? La tarde, en mensen zeggen en la tarde hace sol, dat schijnt de zon echt. La mañana, de ochtend, dan hebben we la salida del sol, wanneer de zon opkomt, la salida del sol. Oké. En wat we ook erbij hebben, zie je, volgend woordje is una baja. Una baja is dus dan een schutting. Dan zeg al, ik heb een zinnetje voor je hier geschreven. El jardín tenía una baja alta. Dus een hoge schutting. Una baja alta. Wanneer alta al gedaan, dat wil zeggen lang. In sommige gevallen eigenlijk, wanneer we praten over mensen, zeggen we lang.
Maar wanneer we praten over dus deze soort dingen, schutting, boom, dat zeggen we meestal hoog. Dus hoge schutting, hoge boom. Oké, unas tijeras, schaar, un objeto para cortar. Dan zie je hier andere dingen waarmee we kunnen snijden. Dus, of wat we kunnen met een schaar knippen, maar we hebben gezegd, cortar wil niet alleen zeggen, knippen, het kan ook zeggen, snijden. Dan heb je un cuchillo. Un cuchillo of una navaja, dat wil zeggen een mes. Ja, un cuchillo, una navaja, wil dus zeggen mes. Oké. En we kijken dan naar de volgende. La mano. La mano is una parte del cuerpo. Ya toch? La mano es una parte del cuerpo. En dat is dus je hand. En wat kunnen we dan meer dan relateren met je hand? Als we kijken, dan zien we bijvoorbeeld el codo, elleboog. El codo. Zijn er extra woordjes die je nog, misschien nog niet eens kende? El codo, elleboog. El brazo is dan dus je arm. Los dedos, de vingers. Las piernas, dus je benen. Als we praten over ledematen nu, toch? Snap je? Las rodillas, de knieën. Los pies, de voeten. Oké, dus dat zo kunnen we dan relateren. Je ziet hoe mooi we de zaken eigenlijk op een rij zetten. Dus je blijft in dat context. Je blijft eigenlijk bij die tekst. Waar we je blijft herhalen. Dat is belangrijk. Dan hebben we el daño. El daño komt van het werkwoord daña. Dat is dus beschadigen. El daño, de schade. Ik heb hier echt veel te kunnen relateren. Want we hadden al een heleboel dingen gedaan. En in de vorige les. En hier herhalen bepaalde dingen zich weer. Dus heb ik el daño precies zo gelaten. Dus als je over el daño wil weten. Moet je dan de aantekeningen van de vorige les eventjes weer checken. Oké, dan komen we nu. Komen we nu bij de volgende, bij de berbos. Ik maak ze rood, want kunnen we makkelijker scheiden, ja toch? Rood. Oké, we hebben regar. Regar hadden we gezegd is water geven. Oké, water geven. Dar agua a flores, toch? Met de gieter. Dan heb je la regadera, dat is dus de gieter. Ja, gaat samen met regar, regadera, toch? En zo gaan we dus verder. Dan zie je hier, odiar, haten. Haten, dus el niño, wat is het weer? El niño odiaba la naturaleza. Oké, en als je natuurlijk ziet, hier kijk, dan zie je van, oké, odiar. El odio, kunnen we erbij zeggen, is dus de haat. Het is altijd goed om bepaalde woordjes die zijn afgeleid. El odio, de haat. Haat voor iemand bijvoorbeeld. El odio para una persona. El odio, haat. Oké. En dan heb je dan amar. Amar. Adorar, admirar, gustar, querer. Dus allemaal vormen om te zeggen waarvan je houdt, als je van iemand houdt. En zo. Querer, om eventjes op querer. Te komen. Querer hebben we gezien, merendeels ook als willen. Verbo auxiliar, dus no quería escuchar a su mamá, als je denkt aan de eerste les. No quería escuchar a su mamá. En hier heb je dan dus querer, niet in het vorm van willen, betekenis willen. Hier betekent het merendeels dus houden van. Dat gebruiken ook querer. El niño quiere mucho a su mamá. Of el niño quiere mucho a la naturaleza. Oké, dan hebben we dan pensar. Pensar wil zeggen denken. Dus het woord dat gerelateerd kan gaan met pensar. Het zelfstandig naamwoord. El sustantivo, dat zeggen we. El pensamiento. Gedachte, inzicht, denken. Oké, natuurlijk, wanneer we praten over denken, waarmee denken we? Met ons hoofd. Oké, dus dan kunnen we erbij voegen. La cabeza. Dus het hoofd. El cerebro, je hersenen. Je ziet hoe mooi we gaan. Je ziet hoe we de zaken doen, toch? En wat kunnen we nog doen met de hersenen? La idea. Een idee hebben. Toch? Dat zie je eigenlijk werkwoorden die we erbij kunnen voegen. Die te maken hebben met pensar, met denken. Toch? Memorizar, onthouden.
recordar of accordarse, die hebben dan dus herinneren. En als recordar en accordarse voorkomen in zinnetjes, dan worden ze meestal anders vervoegd. Vooral in die gewoonlijke trek krijg je recuerdo. Me acuerdo, recuerdo, toch? En zo. Heb je ook olvidar, dat betekent vergeten. Toch? Vergeten, olvidar. El niño olvidó su dinero en casa. Olvidar. En we gaan nog eentje we gaan nog erbij zetten. Bijvoorbeeld imaginar. Toch? Je kan zeggen imaginar, fantaseren. Ja, toch? Imaginar, fantaseren en denken aan iets. Dus imagine, snap je? Imagine in het Engels. Dus je ziet bepaalde woordjes in het Spaans komen ook overeen met het Engels. Dus je kan soms die woordjes ook zo associëren in je hoofd. Toch? Dus niet alles is like letterlijk nieuw. Sommige woordjes, hun stam of hun body van dat woordje blijft, kan je zeggen. Dan hebben we molestar. Molestar, dat wil dus zeggen hinderen. Je kan ook zeggen irritar. Irritar, irriteren. En molestar, wanneer we eigenlijk iemand hinderen, wat gebeurt er? Enojamos of enfadamos a una persona. Dus enojar, enfadar a, o enfadar una persona. Dat wil zeggen iemand boos maken. No? Iemand boos maken. Enojar, enfadar, boos maken. No? Iemand boos maken. Oké. Okay. Uiteindelijk zie je un matón. Un matón is dan dus een pestkop. Dat zie je wat we hebben gerelateerd. Een pestkop. Oké. Okay. Wat hebben we nog meer? Destruir hadden we al gedaan. Vernietigen wat we al gedaan met dañar, el daño, beschadigen. Destruir dus, wil dan zeggen vernietigen en la destrucción. Je ziet in het Engels destruction. En je ziet vernietiging, dus wat? Dan zien we saltar, dat wil zeggen springen. Wat kunnen we met springen relateren? Meestal meer dus kunnen we werkwoord levantarse, dat wil zeggen opstaan, springen. Oké. Okay. Zie je? En dan heb je daar arrancar, losrukken. En een woordje dat we kunnen relateren, een werkwoord dat we kunnen relateren met arrancar, is partir. Dat zie je wegtrekken. Dus dingen wegtrekken. Dan zien we causar, la causa. Ja, la causa, oorzaak. Voor oorzaken, la causa is dan dus de sustantivo derivada. En je hebt la causa, de oorzaak. En dan heb je dan ook consequentia, het gevolg. En dan gaan wij naar de adjetivos. Ja? We hebben drie adjetivos uit deze les gehaald. Nummer 1, travieso, ondeugend. Dus wat kunnen we gaan relateren aan ondeugend? Desobediente. Desobediente hebben we al gehad. Dat betekent ongehoorzaam. En dan gaan we naar de volgende. Hermoso, mooi. En dus andere woordjes die we ook al hebben gedaan, die te maken hebben met mooi, is dan dus bonito, bello en lindo. En dan heb je die ene, orgulloso, trots. Ja? Orgulloso wil zeggen trots. Iemand die trots is, está satisfecho, tevreden, satisfecho. Dus dat kunnen we dan relateren met orgulloso. Goed, dan gaan we kijken naar de adverbios. Die maken we dan nu bruin. Toch, we hebben mooi gezien, heel. En wat kunnen we relateren met mooi? We kunnen mas, meer. Menos is dan minder. Kunnen we dan gaan relateren met mooi? Relateren, hè. Dat wil niet zeggen dat ze synoniemen zijn van elkaar. En dan heb je dit ook, solo. Solo of solamente. Dat zijn dus twee adverbios. Alleen. Let erop, solo met de accent wil zeggen alleen. Toch? Eigenlijk solo zonder accent wil ook zeggen alleen. Dus, maar die ene is een adverbio en die andere is een adjetivo. Dus bijvoorbeeld un hombre solo, daar is het adjetivo. Pero las personas están solo. Yo solo quiero decirte algo. Ik wil alleen wat zeggen. Dus alleen daar is een adverbio.
Oké, okay, maar dat is eventjes gewoon sideline. Maak je geen zorgen daarmee. Oké, okay, dan zien we hier otros. Otros, por. Toch? Por destruir, por. Por en para zijn twee dingen die eigenlijk veel voorkomen in woordjes, omdat ze eigenlijk helpen een zinsconstructie te vormen. Por, para, dus door, om. Quería molestarle, para. Verlo, llorar, llorar, zie je daar. Llorar wil zeggen huilen. Por destruir su jardín. Dus ze wilde eigenlijk, ze wilde hem hinderen om hem te zien huilen, door zijn erf eigenlijk te vernietigen. Oké, okay, en dan had je ook eentje nog in die tekst, encima de, ja toch, encima de, una noche saltó por encima de una valla. Encima de, hier klimt op de schutting, over, hier merendeels klimt over de schutting. Encima de, dus hier in dit context eigenlijk over, maar encima de wil normaliter zeggen op. Dus je kan niet zeggen hij klimt op die muur, je zegt hij klimt over die muur, over de schutting. Toch? Hij klimt niet op de schutting, hij klimt over de schutting. Sobre is dan gerelateerd daarmee. Sobre wil dat ook zeggen op. En dan heb je debajo de, onder. Dus bijvoorbeeld, las tijeras estaban encima de la mesa, sobre la mesa, debajo de la mesa. Dus de schaar was op tafel, onder de tafel. Dus zo zie je hoe we gerelateerd hebben. De woordjes vanuit één korte tekst. En we hebben niet eens zoveel eruit gehaald. Je ziet een heleboel dingen komen constant voor. Zoals tenia. Bepaalde dingen komen gewoon vaak voor. Era. Zie je? Iba. Dus die soort woordjes ga je eigenlijk middendeels zien in elke tekst. Dus daar moet je alvast zeggen van oké, okay, ik moet weten wat dat betekent. Ja? Dat hebben we al gedaan in de vorige lessen. Dus we blijven herhalen. En dan denk ik dat je uiteindelijk, wanneer je examen moet maken, dat je niet kan zeggen van, ai, ik weet niet waarover die tekst ging. Je bent dan 100% binnen, als je echt studeert, binnen met een 6. Want het is ook niet alleen begrijpen, het is ook goed lezen en niet in de waar komen. Want wat ik al zei, Spaans heeft contexten. En soms betekenen woordjes alleen. Wanneer ze alleen staan, betekenen ze iets. Wanneer ze in een context staan, betekenen ze iets anders. Dus daarom moet je ook rekening houden. Daarom is het zo belangrijk als mogelijk. Daarom zeg ik het aan jou. Ik presenteer je dan dus teksten. En we gaan dus daaruit eigenlijk een beetje wat dikinatorie. Snap je? Maar goed, esto fue la clase. Ik zie je morgen bij les 4. Er is een oefening en ook in de andere video's zijn er oefeningetjes in de beschrijving. Er zijn de aantekeningen van deze les zijn ook in die beschrijving. En ik zou je zeggen, veel succes. In de beschrijving zet ik nog meer mijn e-mailadres. En ik zet ook voor jou een betrouwbaar vertaal woordenboek. Want soms vind je misschien iets online, en je zegt van, ja, ik wil het gaan vertalen, en dan ga je op Google Translate, en Google Translate is echt niet betrouwbaar. En het gaat niet om dat je contexten moet gaan zoeken. Voor contexten zoeken, dat ga ik ook plaatsen in deze video. En ik zal hem dan ook gaan editen in die andere video's. En dan ga je zelf zien dat je met die woordenboeken en die soort type van vertalingsmachine, dat je eigenlijk veel verder bent dan Google Translate. Snap je? En dan kan je ook zelf studie doen. Niet alleen wat ik heb gedaan op die video. Maar natuurlijk, als je alvast wilt beginnen met wat Spaanse teksten. Dan zou ik zeggen van, oké, begin. Want in het weekend, op zondag als ik het goed heb, gaan we dus eventjes kijken naar de type van vragen die gesteld worden. Je ziet, we gaan stap voor stap voor stap. Ik wil je eerst laten begrijpen. En dan wanneer je begrijpt, dan
kunnen we eigenlijk dan makkelijker met elkaar communiceren. Ja? Is dat weer? Adios!